1966, Pekanbaru, Indonesië. Melbourne, Australië. Nederland, Amsterdam. Fiona Tan. Fiona Tan is een beeldend kunstenaar, geboren in Pekanbaru in Indonesië, maar opgegroeid in Melbourne, Australië. Momenteel woont en werkt ze in Amsterdam. Ze is internationaal bekend om haar films, fotowerken, maar vooral om haar audiovisuele installaties. In binnen- en buitenland is veel van haar werk te zien geweest. Steden als Berlijn, Istanbul, Shanghai, Sydney en Venetië zijn slechts een greep uit de lange lijst van haar tentoonstellingen. Het werk van Fiona Tan brengt een bijzonder gevoel teweeg. Veel van haar werk is in zwart-wit, wat het beeld nog meer tekent en nog meer nadruk legt op alle voorwerpen. Alles is heel traag gefilmd. Soms lijkt het eerder alsof je naar een schilderij kijkt. Omdat er vaak geen geluid bij de film zit, of heel weinig, blijf je gespannen kijken. Beweegt er iets? Gaat er iets gebeuren? De beelden roepen vaak een onheilspellend gevoel op. Niet alleen door de traagheid, maar ook door het feit dat het beeld bijna altijd afgesneden is. In augustus 2008 maakt Fiona Tan het werk Provenance. Hiervoor filmde ze 6 Amsterdammers in een vertrouwde omgeving, die er volgens Tan om vroegen om aandachtig bekeken te worden. Het gaat Fiona Tan in het bijzonder om het kijken van de ene mens naar de andere. Wat zegt de blik waarmee de reiziger die inheemse bewoner opneemt? En omgekeerd ook, welke beelden zou die bewoner van de reiziger maken als hij aan de andere kant van de camera stond? Het thema kijken en bekeken worden komt ook nog terug in andere werken van haar. Een paar jaar later, in 2012, maakte ze Vox Populi, wat letterlijk stem van het volk betekent. Hierbij exposeert ze foto's uit fotoalbums van anderen. Dit project heeft ze in verschillende landen uitgevoerd, waardoor er ook steeds andere foto's te zien waren. Done Norway, then I did Sydney, then I did Tokyo, then I did Switzerland, and now I'm doing London.
suggest not images taken by me, but images selected and collected by me. And they're selected from people's private photo albums. And every time I've done this, I ask people from all different walks of life if they would be prepared to participate and lend their photo albums to me for a short period of time while I look through them. I see it as two works, basically. I make a wall piece and I make a book each time. And they function in a different way. There are also a different selection of images. In the book, there can be different images than on the wall and vice versa. With a wall piece, you can go up very close and sort of look at one sort of small constellation and then sort of warp step back and then see how that fits in with the rest of it. And when you have a small book in your hands, you've obviously got the page turning. It works in a different way and you can only see sort of two pages at the same time, but so it's quite a different ball game for me in any case.